Nederlands ingang, hoofdstuk 10, bij de fietsenmaker. Mevrouw Kirbas, de huisarts, komt met haar fiets bij de fietsenmaker. Nou, ik hoef u niet te vragen wat u hier komt doen. Nee, dat is inderdaad wel duidelijk. Mijn fiets lijkt wel totteloos. Wat is er gebeurd? Ik ben gevallen. Het regende gisteren en het was een beetje glad. Ik fietste weg van onze praktijk, wilde rechts afslaan en gleed weg. Ik mankeerde zelf niets, maar mijn fiets wel. Er zit een slag in het wiel, het stuur en het zadel staan scheef en dat ding, hoe zeg je dat in het Nederlands, is afgebroken. Hoe heet zo'n ding? U bedoelt de bagagedrager. De trapper is ook kapot en de banden zijn erg glad. Sorry, ik heb u niet verstaan. Wat zegt u? De banden zijn erg oud. Dus het is wel logisch dat u bent gevallen. Ja, het zijn inderdaad oude banden. Het is helemaal een oude fiets, maar hij reed nog prima. Misschien kunt u ook even naar de remmen kijken. Ze deden het vanmorgen niet goed. Ik zal de hele fiets even controleren. Ik maak hem weer tip-top in orde. Wat bedoelt u? Ik maak uw fiets weer als nieuw. Nou, heel graag. Ik leer hier veel nieuwe woorden en uitdrukkingen. Wanneer is hij klaar? Morgen is het Koningsdag, een feestdag. Dat betekent dat we dan gesloten zijn. Overmorgen, aan het einde van de dag, kunt u hem weer ophalen.